Mag ik ook eens? Straks zie je hoe ik met één druk op de knop de lichten op Ameland doof. Ja, en die gaat ook nog. Hoi, ik ben Marijn en dit is Bright Business. Wees gerust, het is gewoon Bright, maar we kijken een beetje naar het grotere plaatje. Niet alleen naar de gadget aan zich. Ik bezoek Nederlandse projecten, ondernemers en ondernemingen die met de nieuwste technologie bezig zijn. En op dit moment, zoals je wel kan zien, ben ik op weg naar Ameland. En Ameland wil in 2020 zo'n beetje energie-neutraal zijn. Dat doen ze door zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met een zonnepark wat ze daar hebben. Maar dat doen ze ook door te bezuinigen op hun energieverbruik. Ze zijn op dit moment op het eiland alle traditionele lampen bijvoorbeeld aan het vervangen door slimme LED-verlichting. Sinds april vervangen Jurjen en Koos Mets iedere dag oude openbare verlichting door nieuwe slimme LED-verlichting. De kosten voor het aanschaffen van LED-straatverlichting zijn hoger dan bij traditionele lampen. Maar de gemeentes hopen dat geld terug te verdienen. In de eerste plaats doordat de lampen langer meegaan. Maar natuurlijk ook omdat LED-lampen zuiniger zijn. Als je veel geluk hebt, kan je tot 70% de energie besparen. Maar rond de 40% besparing is normaal. Die ziet er een stuk schoner uit. Deze ziet er een stuk schoner uit, ja. Is het nou zo dat die nieuwe LED-lampen altijd passen? Deze passen altijd op deze palen. En die kunnen gewoon aangesloten worden op de oude kabels die er al in zitten? Ja, soms moeten we enigszins iets ombouwen in de paal. Maar dat is maar een kleine handeling. Jullie doen ook het onderhoud op het eiland van al die verlichting. Wat betekent die slimme verlichting dan voor jullie werk? Ja, we kunnen straks storingen waarnemen op afstand. Gewoon thuis vanaf het kantoor kunnen we zien als er bijvoorbeeld een zekering kapot is of eventueel andere schade. En hoe ging het eerst dan? Eerst werden we gebeld door de gemeente. Dan konden mensen zelf bellen dat er een lamp niet deed. Het is inmiddels avond in Ameland en alle slimme nieuwe verlichting is aangegaan. Dit is het moment om even te praten met de man die over de lichten gaat in Ameland. Een van de mensen die over lichten gaat. Hey Lars. Hey. Hallo. Hey, was goed. Op het terras met een laptop. Dat moet iets met de lampen te maken hebben volgens mij. Ik heb hem hier niet zomaar neergezet, nee. Nee. Pak een lichtmast, die staat erin. Beschikt over een soort van antenne of een hockeypuck. Dat is afhankelijk van de armatuur wat erin zit. Maar waarmee we ze individueel gewoon vanaf kantoor of op het terras waar je ook maar bent, kan ik ze gewoon bedienen. Dus jij zit zelfs op het terras en je denkt, ik vind dat lampje wat te fel, ik dim hem even. Ja, dat kan ik doen. Ik denk niet dat ze het ermee zijn, maar het kan. Ja. Maar kunnen we even kijken? Ja, deze dimmen bijvoorbeeld? Ik wil het wel laten zien. Ja. We zitten hier in het centrum van Holland op het Zwanenplein. Ja. En dat is deze lichtmast. Dus dan selecteer ik die. Dan ga ik handmatig dimmen van 100 naar 10%. Zo simpel is het? Zo simpel is het. Het is gewoon hetzelfde als op wat ik thuis op een appje doe. Ja. Bijna. Ja, bijna wel. Ja. Terwijl de fanfare ook meespeelt. Ik heb muziek geregeld voor vanavond. Oh, gezellig. Ik denk jullie komen. Ik denk, laat ik het en dan wat sfeerverlichting. Kijk, en nu kun je zien dat hij een stuk minder fel is. Ja. Dus afhankelijk van de wensen van de bewoners, of afhankelijk van de locatie. Hè. Een discoroute is het misschien wel handig dat er eens wat meer verlichting is. Is er een straatfestival of is er een evenement, dan is het misschien wel handig dat er een bepaalde straat iets feller verlicht is dan een andere straat. Dus dat kunnen we gewoon nu gewoon regelen. Mag ik ook eens? Ja, om mij wel. Ja? Ja. En dan wil ik ook gewoon heel het dorp uit, dus ik ga er gewoon een heleboel selecteren. Ja, dat kan. Kan ik gewoon zo'n lijntje omheen trekken? Ja hoor, je selecteert alles wat binnen jij selecteert. Zo? Ja. De interface kan nog wel iets gebruiksvriendelijker. Ja, dan op oké. Op oké? Ja. Kijk, daar gaat hij. Ja. Dat was die. En ik weet even één. Deze ook nog. Ja. En die gaat ook nog. Kan je die lampen nou ook koppelen aan bepaalde dingen die gebeuren bijvoorbeeld op het eiland, zodat ze automatisch harder, zachter gaan? Of nou, koppelen weet ik niet. We moeten het handmatig moeten instellen. Alleen ja, je zou bijvoorbeeld wel bij een incident of een calamiteit tijdens een festival, kun je alles wel vol en 100% verlichting zetten, hè, zodat de hulpdiensten beter hun werk kunnen doen. Of bij een brand of noem het maar op.
De laatste eilander die ik bezoek is boswachter Marjan Veenendaal. Zij ziet het liefst zo min mogelijk licht op het eiland. En voor deze vogels is het dus heel belangrijk dat het donker blijft. Ja. Ja, gewoon een normaal ritme houden. Geen verlenging van dag of nacht. Elke lichtbron die ze maar tegenkomen, is voor hun al een, kan al een verstoring zijn. Maar dat zien ze als een soort van zonnetje en dan zouden ze kunnen denken dat het dag is. Ja, precies. En ze weten dan op een gegeven moment ook niet meer wanneer de dag- en nachtritme, wanneer het nacht moet zijn, wanneer je moet slapen. Aan deze kant van het eiland is het 's nachts helemaal donker. Aan de andere kant is verlichting noodzakelijk. En die verlichting is groen. Kan dit gewoon geen kwaad? Nou ja, hier zit een sensor in. Dus op het moment dat er eigenlijk niemand is, wordt het echt gedimd zo'n beetje. En op het moment dat er iemand aankomt, dan wordt het weer wat veller. Okay, en het is groen? En het is groen, ja. Dus, als het donker is. Ja, als het donker is. Ja. En die vogels hebben daar minder last van, want dat is het idee achter het groene licht. Ja, het groene licht is bedoeld eigenlijk om de vogels gewoon zo min mogelijk te verstoren. Dat is een lichtkleur die zij wat minder zien als fel licht. Dus ze worden niet afgeleid. Maar er kan een kanttekening aangeplaatst worden. Ja. Niet alle diersoorten zijn erbij gebaat. Een vleermuis schijnt er toch wel last van te hebben dat het groene licht aanwezig is. En die fladderen hier ook rond. Dus ik denk dat af en toe best wel keuzes gemaakt moeten worden van wat is nou het beste. En in dit geval vind ik dit al een hele mooie oplossing. En ik hoop dat de vleermuizen er uiteindelijk ook baat bij zullen gaan krijgen. Okay, het is niet perfect, maar het is beter dan die straatlantaarns die de eerste stonden. Ja, zeker. Dat was echt knallend fel licht. En dat zag je ook van verre. En dit zie je gewoon wat gedimder. Mijn tijd op Ameland zit er helaas op. Accenture maakte voor Bright Business een sterkte-zwakte analyse van slimme LED-straatverlichting. Met slimme LED-straatverlichting kan je veel energie en dus geld besparen. Er zijn helaas niet echt standaarden, dus er blijft altijd maatwerk. De kosten voor LED-straatverlichting en sensoren blijven dalen en maken slimme straatverlichting dus steeds interessanter. Maar bij veel eindgebruikers ontbreekt op dit moment nog de kennis over de mogelijke toepassingen van slimme straatverlichting. Dit was Bright Business. Wil je onze verhalen blijven volgen? Subscribe dan op ons YouTube-kanaal.